In een financiële wereld vol mannen was zij succesvol. Ze had een gigantisch vermogen opgebouwd tot ze het ja-woord gaf en haar man al haar geld verbraste. 15 jaar lang vocht ze in de rechtszaal tegen hem, tegen de tijdsgeest. Kreeg ze gelijk? Doe nu de vrouwenaudiotour in het Rijksmuseum en ontdek de verborgen verhalen.